Maaike Verweij, winnaar van de Uithofbokaal, de vierde wedstrijd in de topdivisie voor de vrouwen. Van harte gefeliciteerd, maar dankjewel. Hoe leuk is het om te winnen als je gelijk na de wedstrijd van je coach hoort dat je dom hebt gereden? Het is steeds heel erg leuk hoor, maar ze leggen gewoon het niveau gewoon hoog en ze verwachten gewoon veel. Dus als ze denken het had beter gekund, dan zullen ze het altijd gelijk zeggen. Maar daarna zeggen ze ook wel van gefeliciteerd, echt goed gedaan. Maar hoe dom vind je nou zelf dat je hebt gereden dan? Ik denk wel dat het slimmer kan. Wat efficiënter en iets minder gaten dichtrijden, dan kan nog wel iets slimmer, ja. Maar ja, als je de leider bent, in dit geval in de jongere klasse bent en in de wedstrijd, omdat Irene en Marijke er niet zijn, wordt het natuurlijk ook van je verwacht dat je het gewicht van de koers een beetje draagt. Ja, we hebben ook wel schoenen om te vullen, zeg maar. We moeten ook wel wat. Maar goed, we moeten ook tactisch goed leren rijden en daar ben ik ook weer van te leren. Ja, in de finale gaat Femke Monsterkolf er vandoor. Dan ziet het er echt penibel uit en dan moet je echt heel diep gaan om haar nog terug te halen. Ja, je weet gewoon, Femke is gewoon super sterk en die stopt niet meer. Dus dan moeten we echt wel rijden en BTZ nam ook echt wel het voortouw om daar ook dat dicht te rijden. Dus daar konden we een beetje van mee profiteren, ja. Nu win jij bij afwezigheid van Irene en Marijke. Hoeveel druk voelde jij voor deze wedstrijd? Want dat is natuurlijk altijd een geëikte vraag als ze de koninginnen van de marathon ontbreken. Ja, het valt zich al mee. Ik voel altijd wat druk. Om we natuurlijk allemaal gewoon winnen en daar train je hard voor. Maar je weet ook wel, we hebben 3 gewonnen. En niks anders dan de eerste plek is goed. Dus het moest wel even gebeuren vandaag. Is er al bericht gekomen uit Stavanger? Ik weet het niet. Ik ga zo even kijken op de telefoon of ze gekeken hebben. Maar ik denk het wel, ja. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel.